Goedemorgen. U kijkt naar het weerjournaal van weerplaza.nl. Momenteel bevindt zich in de strook van noord naar zuid over het land op sommige plaatsen dichte mist, maar die mist lost in de loop van de ochtend op en daarna gaat op veel plaatsen de zon schijnen. In het noordoosten van het land gaan een aantal stapelwolken ontstaan, maar dan blijft het in ieder geval tot in de loop van de middag droog. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af, zeker in de noordwestelijke helft van het land. En daar is ook kans op een enkele bui. In het zuiden van het land, daar schijnt de zon volop en de temperatuur loopt uiteindelijk op naar zo'n 17 tot 19 graden. Vanavond en ook vannacht, dan is het overal droog en klaart het regionaal toch breed op. Uiteindelijk gaat het op de koudste pla op de plaatsen met de breedste opklaringen, gaat uiteindelijk de temperatuur dalen naar 4 graden en ontstaat er opnieuw mist. Morgen lijkt dan op veel plaatsen een zonnige dag te worden. Temperaturen lopen op naar 17 tot 21 graden. Maar in het oosten en noordoosten van het land bevinden zich wat wolkenvelden en misschien dat er in het noordoosten een buitje valt. Na het weekend verandert er eigenlijk niet heel veel aan het weerbeeld. Zon en wolkenvelden met temperaturen rond of iets boven de normaal. Zeker het de oostelijke helft van het land blijft gevoelig voor een buitje, maar het lijkt allemaal wel mee te vallen tot en met woensdag. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.